En dus was het krabben geblazen vanochtend, zoals hier in Zwolle. In het oosten en noorden van het land vroor het zo'n 8 graden. En aan de grond werd het in Twente zelfs min 12. Maar de komende tijd wordt het minder koud. Het was koud vannacht en daarom heeft het leger des Heils extra opvang geregeld voor daklozen. Vooral in de grote steden waren er extra bedden. In totaal zo'n 600. Het was de koudste novembernacht in 18...